Aanstaande dinsdag ligt hij in een winkel. Het 250ste nummer van de Power Unlimited. Dat is natuurlijk een momentje. Maar waarom ik Jan hier, hoofdredacteur van de Power Unlimited, hier mee heb gesleept. Er staan 250 epische game momenten staan erin. En ik wilde het net hebben over epische game momenten. Ja, dus ik denk, hebben we allemaal, toch? Dat hebben we allemaal. Iedereen heeft wel zo'n moment waar hij denkt van, wow, dit is waarom ik game. Dit moment vergeet ik nooit meer. En daarom leek het mij tof om onze top 3 game momenten even de revue te laten passeren. En dat jullie daarna helemaal los kunnen gaan in de reacties om jouw meest epische game moment aan ons te laten weten. Dus mocht je inspiratie nodig hebben. Dit nummer staat helemaal bomvol met 250 epische game momenten. Maar Jan, wat staat bij jou op nummer 3? Voor jou misschien. Ja, even nog kort. Die gradatie die moet je niet zo zien. Het is dus niet zo dat het 250ste moment wat in dat blad staat. Is dat niet nummer 1? Dat is niet per. Weet je, er is niet een soort. Wat voor jou het mooiste moment is, is voor iemand anders een ander moment. Ja. We hebben heel erg met de community, net zoals jullie community, ook heel mondig is, hebben we gevraagd, wat zijn jullie game momenten? En de grap was dat bijvoorbeeld bepaalde typische game momenten, waarvan je denkt, nou, die noemt iedereen, die werd niet altijd genoemd of schitterde door aanwezigheid. Ja. En dat heeft ook met leeftijd te maken en hoe lang je al gamet. Dus het is ook een heel erg een nostalgische trip down memory lane, die 250ste nummer. Want we krijgen hier ongetwijfeld heel veel kritiek op van mensen die gaan zeggen van, ja, maar waarom staat dat er niet in? Waarom staat dat er niet in? Ja, we hebben heel wat darlings moeten killen. Ja, maar goed, ik ben benieuwd naar jouw epische game moment. Nou, mijn epische game moment. Begin gewoon bij nummer 3. Ik begin bij nummer 3. Ik heb best wel vaak al aangehaald, maar dat is eigenlijk één level in Thief. En dat is de derde Thief game. Ja. Deadly Shadows. Overigens, over het algemeen niet per se door de fans de beste Thief game genoemd. En dat is, je moet op een gegeven moment iets stelen in een, die missie heet The Cradle. En dat is een soort haunted mansion, wat vroeger een weeshuis was, annex gesticht. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een bizarre combinatie. Dat ging ook Garrett, de hoofdrolspeler in Thief, die komt in die mansion, het voormalige weeshuis Annex gesticht. En die vindt daar allemaal dingen, voorwerpen van vroeger, waardoor je wel leert als speler dat die combinatie niet per se heel goed heeft uitgepakt voor de weeskindjes gestoorden die daar rondliepen. Nou, je kunt wel zelf wel invullen wat dat allemaal met zich mee heeft gebracht. Maar vooral die sfeer van die game, er spoken nog wat wezens en types rond, letterlijk geesten. Het is zo scary. Ik werd helemaal gek. Ik was zo blij dat ik uiteindelijk dat level had uitgespeeld, The Cradle. Er is een hele goede feature volgens mij door GameSpot een keer geschreven. Alleen maar over dat level, waarom het zo eng is, waarom het zo goed werkt. Maar het is eigenlijk survival horror op zijn best. Terwijl dat niet per se in die game past. Maar Thief had altijd wel een beetje een bovennatuurlijk tintje. Dus dat is wel echt iets wat mij tot op de dag van vandaag is bijgebleven. Okay. En jij dan? Nou, bij mij op nummer 3, als ik een top 3 mag maken, staat bij mij de game A Little Big Adventure. Ken je die game nog? Ja, dat is zo'n raar kaal mannetje met een soort staart. En alles was een beetje bollig. En hij kon de hele tijd oing! En hij stootte overal tegenaan. Het was een soort adventure. Een beetje open wereld al. Het was een open wereld adventure game. En waarom dat bij mij is bijgebleven, het is gewoon puur persoonlijk wat ik nu zeg. Ik woonde toen nog bij mijn ouders. Ik was een jaar of 14, denk ik. En ik zat op de computerkamer. Ik zat die game te spelen. En mijn moeder kwam boven een kopje koffie kwam ze brengen. En ik zei, dankjewel, lekker kopje koffie. Dus ik was aan het spelen, ik zei, een slokje koffie. En mijn moeder ging weg, dus kijk nog even om. Zo, en ik zei, doei. En ik draai me om. En ineens kwam er een hele grote robot dat beeld inlopen. Dus je schrok je kapot? Ik schrok me kapot. En ik had die koffie had ik in mijn klauwen. Dus die gooide ik van schrik achterover. Zo flats tegen de muur aan. Dus een hele grote bruine vlek op de muur. Maar dat moment, dat ik heb me... Ik schrik me wel eens lam in games. Maar dat ik me zo lam schrok van een robotje in Little Big Adventure. Wat Little Big Adventure, wat overigens niks met Little Big Planet, is een hele cute game te zien met heel veel lieve, weet je, een soort fabeltjesland. Hè? Ja, maar dat was voor die tijd was het zo mooi. Ja, en een hele aparte vormgeving. Ja, ik vond het echt bruut. En als ze ooit nog eens een deel 2 van die game gaan maken, ik ben erbij. Misschien is er wel deel 2 van, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, er is een deel 2 uitgekomen. Ja. Ik heb die denk ik niet helemaal uitgespeeld, de Elwijn. Volgens mij krijgt hij in deel 2 ook kinderen, dus dan is het downhill from there. Ja. Dus, Okay, nou, dat was dus mijn moment op de derde plek, gewoon omdat ik me nog nooit zo rot had geschrokken in een game. Noem er nog één, Jan.
Ja, ik heb er vele. Ik denk dat een klassieker is, denk ik ook wel Assassin's Creed. Dat je voor de eerste keer in het allerhoogste gebouw op de map klimt. Ja. En voor de eerste keer zinkt met de map. Ja. Dat was toch wel echt een episch moment. Dat je als Altair boven op zo'n waterspuur of zo'n balk staat. De Eagle sound hoor. Ja, het klinkt dan iets anders, maar... Ja, ook niet goed. Nee. En dat je dan om je heen tuurt, dat zo'n ja. panning 360 camera. En dat je dan zo'n leap of fate maakt in zo'n hooibaal. Het is een iconisch spelgegeven van de game. Het zit er nog steeds in. Het is inmiddels, de charme is er wel een beetje vanaf. Ja. Het blijft altijd leuk de eerste keer dat je het weer doet in een nieuw deel. Maar de allereerste keer, dat vergeet ik echt nooit meer. Ja, een mooi moment. En voor mij op nummer 2, ik moet even kiezen, ja, welk moment ga ik doen? Ja, ik ga voor deze. Dat is in de eerste Tomb Raider. Niet een reboot. Nee, de allereerste Tomb Raider. Dat ze nog echt zulke... Ja, van die puntieten had. Klopt. Ik weet nog wel, ik woonde in een klein dorpje onder de rook van Den Helder. Ja. Dat was zeg maar 8 kilometer fietsen naar de stad van Den Helder. Dus daar moest ik steeds naartoe fietsen om een game te halen. En ik kocht eerst Rainbow Six. Dit is de Rainbow Six op de PC. Cool. Dus ik moest dus 16 kilometer fietsen. Kwam ik thuis, installeerde die game. Draaide niet goed. Dus ik moest weer terug naar de winkel. Ik moest die game omruilen. Dat zat toen nog in die mooie grote dozen. Want je PC was niet krachtig. Mijn PC was niet krachtig genoeg. Kan gebeuren. Dus toen ruilde ik hem om voor Tomb Raider. Voor de PC ook? Ook voor de PC. Want dat was ook voor de PlayStation 1. Ja, voor de PC. Maar die draaide als een zonnetje. En op een gegeven moment was ik lekker die game aan het spelen. En dan kwam ik in een veld. En ineens een T-Rex. Ja, dat klopt. The Lost World of Lost Levels. Of en ik was zo onder de indruk dat ineens die T-Rex kwam binnenstampen. En ik heb dat level ook... Ja, onwijs veel keer gewoon opnieuw gespeeld. Omdat ik het zo tof vond dat die T-Rex er aan kwam stampen. En ja, voor mij was het echt een ding. Gewoon, er kwam echt een metershoog monster kwam deze scherm binnenstappen. Ja, dat klopt. Dat heeft op mij ook wel indruk gemaakt. Zeker omdat je in het begin levels is nog vrij desolaat. Dan komen er wat vleermuizen en je schiet nog wat wolven af. Ja. En dan opeens in level... Het is al vrij in het begin van de game. Volgens mij hoofdstuk 4 of 5. Ja, opeens zo'n enorm T-Rex. Het is ook best wel... Pittig, je hoeft hem niet, je kan hem ook ontlopen volgens mij, je hoeft hem volgens mij ook niet te vermoorden per se. Dat weet ik niet meer, maar ik vermoorde hem in ieder geval altijd wel, want ik vond het gewoon tof. Je had best wel een grote map waar je een rondje in kon rennen en er stonden een paar rotsen in en ik was gewoon die T-Rex aan het rondstampen. Het zat achter je aan en jij was dan met je dubbele guns op dat beest aan het knallen. En dat was voor mij een heel vet moment in gaming. Cool. Dan moet ik zeker mijn laatste nummer 1. Het is een open deur. Ik denk dat heel veel mensen hem dit moment ook herkennen. Zeker van de afgelopen jaren. En je kunt hem ook doortrekken naar het derde deel ervan. Maar de eerste keer dat je in BioShock Rapture aandoet. Ja. De onderwaterstad, het flikkerende licht, het druppelen van die stad. De reis ernaartoe in die onderzeeboot of die lift. Lift is het volgens mij gewoon. Ja. Dat is zo speciaal en die sfeer wordt eigenlijk de hele game volgehouden. Dystopie, hè? Die mislukte utopie, dat is eigenlijk de held van de game. En niet eens zozeer de gekke gestoorde mensen die er nog wonen of je plasmids of die powers. Die stad, de setting is zo sterk. En dat hebben ze natuurlijk met BioShock Infinite nog een keer opnieuw gedaan met Columbia. Wat natuurlijk ook op het moment dat je die deuren open doet en je ziet die stad voor het eerst. Maar die impact die Rapture had op mij, dat was ook wel echt, zo'n wow, weet je. En ja, dat vergeet je gewoon nooit meer. En dan ben je blij dat je een gamer bent. Dan ben je echt blij dat je een gamer bent. Dan kom je echt in een hele andere, verwonderende wereld. Verzin het maar, weet je. Ik bedoel, en dat hebben ze gedaan. Ja, voor mij op nummer 1 staat een moment die we niet kunnen ondersteunen met beelden. Omdat het echt een persoonlijk ding was. Het was in een multiplayer game, Counter-Strike. Versie 1.6, zo uit mijn hoofd. In de map Dust 2. Daar heb je twee bomspots. Bomspot A, bomspot B. En ik was nog in mijn team de enige over tegen 4 counter-terrorists. En ik rende naar bomspot B met mijn bom. Ik was nog in mijn eentje over. Ik had mijn AK-47 al helemaal leeggeschoten. Ik had alleen nog mijn Glock. Ik dropte daar... The odds were against you. Ja, ik maak geen schijn van kans. Dus ik drop daar die bom. Ik leg hem op de bomspot B. Dan heb je nog 30 seconden hebben dan de counter-terrorist om die bom onschadelijk te maken. Ik zat in dat gebied dus alleen nog met mijn Glockje. En er komen er 2 van links en 2 van rechts. En ik weet niet of het skill was of luck, maar ik schoot met 2 kogels schoot ik er 1 door zijn harses. Plaf, die was neer. Ik draaide hem om.
paf, paf, pak die andere. Glock leeg, die flikker ik weg, pak mijn mes en grijp die andere zo, slaang met mijn mes in zijn keel. En ik draai me weer om, flap, en ik had die andere. Maar het mooie is, als je dood bent in Counter-Strike, iedereen van jouw team kijkt dan met jou mee. Ja. En als dan dus jouw teamleden, die zagen al wel die epische kills die ik daar aan het maken was. In mijn eentje met nog 4 kogels in mijn Glock. En met 2 mesteken hoe ik daar 4 gasten omlegde. En dus dan start het volgende rondje. En dan kun je weer met elkaar praten. En iedereen is zo, wow, holy shit. En internetfaam. Ik was even 5 minuten beroemd op het internet. Je was echt een baas. Ik was even de baas, als ja. Als toen YouTube had aangestaan. En miljoenen views had ik gehad. Wauw. Ja. Wow. Maar je hebt ongetwijfeld nu ook echt heel veel niet genoemd. Momenten. Nee. Maar dit was voor mij een persoonlijk hoogtepuntje uit mijn gamecarrière. Ja. Heel goed. Ja. Dus nu zijn we benieuwd naar jouw hoogtepunten uit welke game. En ja, welk hoogtepunt dat dan precies was. Dus drop het in de reacties. En als je inspiratie nodig hebt. Hier staan er 250 staan erin. Hij ligt aanstaande dinsdag in de shops. Dus yes. Lees het.